Een gekrompen hoofd. Als je genoeg geld meebrengt, dan kun je die kopen in de museumwinkel in Nijmegen. Maar waarom bestaat er nou een gekrompen hoofd? Het waren een soort koppensnellers, eigenlijk de Indianen. Dus ze hakten de hoofd af van hun vijanden en ze bewerkten hem dus op deze manier. En vervolgens wordt de mond dichtgenaaid, zodat de geest van de verslagene de overwinnaar nooit kon achtervolgen. Dus dat was een hele belangrijke reden. En verder werden ze veel gebruikt bij ceremonies. Onze Shrunken Head is afkomstig uit 1850. En het was waarschijnlijk een Spaanse missionaris die op de verkeerde tijd op de verkeerde plek is geweest in Zuid-Amerika. Ze komen niet zo vaak voor. Ze worden ook nagemaakt, nog steeds. Maar ook toen er steeds meer kolonisten kwamen, toen werden ze nagemaakt omdat de Indianen doorhadden dat de Europeanen erin geïnteresseerd waren. Wat ze doen, ze hakten het hoofd af, ze haalden de schedel eruit en dan werd de huid werd gekookt. Vervolgens krompt de huid en die maakten ze weer terug in model, zodat het weer eruit zag als een echt mensenhoofd.